De Supercharger 2, de opvolger van de gekende Supercharger, die komt in 2020 en was eigenlijk al vanaf einde 2019 beschikbaar. En heeft nu al eigenlijk een heel erg mooie verkoop geresulteerd. Voornamelijk door de nieuwe Gen 4 Bosch motoren, waarbij beloofd werd om toch een stukje krachtiger te zijn en dus makkelijker de 45 mee te halen. En we kunnen nu echt wel bevestigen dat dat het geval is. Dus ook veel klanten die nu al rondrijden met de Supercharger 2 zijn daar heel erg positief over. Daarnaast nog het gekende recept in feite. En dat is eigenlijk een standaard pakket 1000 wattuur, dus 2 maal 500 wattuur. Eenmaal hier in de bovenbuis, eenmaal in de onderbuis. Dikke ballonbannen en ook natuurlijk de gekende vering zo, van voor in het frame. Daarnaast natuurlijk voor heel veel commuters super interessant, want uitrusten met Roloff of Enviolo bergen kunnen worden gekoppeld aan een Gates riemaandrijving. Dus qua ontzorging kan dat natuurlijk wel tellen voor heel veel mensen die dagelijks van deze fiets gebruik maken. Daarnaast misschien korte koppeling maken naar het RX-concept, want de mobility of the future is connected en dat is gewoon erg waar. Want we zien eigenlijk bij zowel de e-scooters als bij onze dagdagelijkse, de auto en zo verder, dat er eigenlijk vol wordt ingezet op connectiviteit. En bij Rizut Müller is dat ook het geval. Vanaf het voorjaar kan er gebruik gemaakt worden van deze RX Connectivity optie. En daarvoor hoeft in principe de optie aangevinkt te worden bij de aankoop van de fiets van de RX-chip. Ik laat u nog heel even zien, meer in detail, wat dat juist allemaal inhoudt.